Zo, die is mooi, man. Ja. Ja, nee, dit is mijn nieuwe intro. Ja. Fuck. Ja. Ik vond hem wel beast eigenlijk. Ik vond hem echt wel mooi. En ik had zoiets van, nou weet je wat, ik ga gewoon lekker deze gebruiken. En ja, waarom zou ik hem niet gebruiken? Ik ben gisteren kreeg ik een berichtje van iemand. Jeff, ik weet het niet, maar heb je nog steeds je oude intro? Of heb je nou in ben je gewoon al vergeten om je nieuwe intro te gebruiken? Nee. Dat was ik niet vergeten. En dat kwam eigenlijk omdat ik gewoon, ja, geen nieuwe intro had. En natuurlijk, ik heb mijn naam veranderd. Het is niet meer Team Dief Delete NL. Nee, het is nou Team Dief. En ja, er hoort eigenlijk wel een nieuwe intro bij dan natuurlijk. Dus ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga gewoon een nieuwe intro maken. En een beetje lopen aankloten en zo. En toen is het dit geworden. Gisteren ben ik ook nog geweest opnemen bij mijn vader. Hè? Dat is dan Jeff en meer hobby's. En dan interview met mijn vader. Modelbouw vliegen. Die komt morgen om 4 uur online. Vanmiddag komt er nog een videootje online. Q&A, of niet, heet die. Die komt om 7 uur vanavond. Dus ik zou zeggen, ga die ook zeker kijken. Ik ben druk bezig geweest met opnemen ook voor Wie is Wie. En Wie is Wie? Hè? Dat weet je nooit. Wie is Wie? Het is een nieuw iets bij mij. En er was al 10 keer gezegd, Jeff, dat heb je weer van weet ik veel, van een onder Amerikaan. Nou, dat klopt ook. Ik heb het dan via Kever. En Kever, die heeft tegen mij gezegd, Jeff, moet je horen, het is een leuk spelletje, moet je eens een keer proberen. En ik had zelfs iets van, oké, nou, dan gaan we dat maar doen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, maar weet je wat, we gaan dat gewoon doen. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat het is. Nadat we gewoon 2-3 potjes hadden gespeeld of zo, ik denk, fuck, dit is het. Dit is gewoon leuk om te doen. En ik had ook het video gezien. Ik denk, ja, dat gaat hem worden. En nou heb ik gewoon een opgenomen. En ik had het gewoon via Twitter laten weten. Het link staat in de beschrijving. Daar, die kant. Zo. Hè. Dat is mijn link van mijn Twitter. Volg mij dan gewoon eventjes op Twitter. Het staat ook trouwens in de beschrijving. Dus dan kan je ook gewoon kijken. En dan komt het allemaal goed. Want daarop ga ik dan zeggen van, jongens, ik ga weer opnemen. Wie is wie vanavond om, weet ik veel wat, 7 uur. Ja, niet vanavond hoor, maar dat zeg ik dan als voorbeeld. Bijvoorbeeld vanavond om 7 uur ga ik opnemen. Nou, dan kan je opgeven. Stuur me dan gewoon even een mailtje met erin je gamertag. Dat mailtje stuur je naar teamdief@live.nl. Heel simpel natuurlijk. Teamdief@live.nl, dan stuur je me daar naartoe. En dan gaan we gewoon opnemen de hele avond. Dan gaan we gewoon ik probeer dan 6-7 afleveringen te maken, zodat ik meteen de hele week vooruit kan. Die ga ik dan 's morgens uploaden. Iedere ochtend krijg ik nu Wie is Wie te zien. He, dat wil ik gewoon standaard gaan doen. Vind ik gewoon leuk, ook met subscribers en zo. Het is gewoon leuk om te doen. He. Ik vind het echt lachen om te spelen. Maar als je dan een groepje hebt, dan ga ik gewoon 6-7 opnemen. Zodat ik dus dat ik zo genoeg heb voor de hele week. En dan krijg ik gewoon de hele week die serie te zien. En de week erop krijg je gewoon weer met andere mensen of met mensen erbij of met minder mensen, ik weet het niet. Maar dat kan je dan een beetje volgen. Ik had heel veel reacties gehad, Jeff, dat is leuk. En alleen je hebt het gepikt van die Amerikaan. Nou zeg ik altijd zo, je kunt het beter goed pikken dan slecht bedenken, toch? Ja, nou dat vind ik dus wel. Nou, maar goed, ja natuurlijk, het is ook van die gozer en hij zet niet van jou lul en heel videootje erop van hoe je het moet spelen. En ik had zoiets, nou weet je wat, als hij dat uploadt, waarom zou ik het niet uploaden, weet je? Hij heeft ook gewoon gezegd in zijn videootje van, nou ja, dit zijn alle regels en zo moet je het doen en dat moet je allemaal instellen. Kijk, als hij dat niet had gewild, dan had hij dat niet gedaan, toch? Heb je contact met hem gehad dat je hem wel mag uploaden? Nee, dat heb ik niet gehad. Maar ja, goed, dan hoor ik het vanzelf wel. En zijn er mensen op tegen? Klik dan gewoon even op de unsub-button. En dan kijk je gewoon lekker niet. Of je klikt alleen die video niet aan. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, het is gewoon erg leuk. Je kan gewoon meedoen. Heb je een Xbox, kan je gewoon meespelen. En dat is gewoon natuurlijk erg leuk. Dus ja, dat speciaal voor jullie. Nou ja, goed, ik blijf zeker nog even uploaden met Vis. Vis heb ik ook al een aantal delen heb ik dan opgenomen eigenlijk. Die zou je van de week krijgen wel weer een serie van. Dan krijg je het eerste deel, hè, dat is dan tot 15, W15. Het wordt nou al pittig moeilijk hoor, we zitten nou op... we hebben nou 10 opgenomen al. En bij uploaden zitten we bij 6 geloof ik of zo. Maar de 10 is ook al geüpload, het is erg moeilijk en het wordt steeds lastiger.
Maar goed, dat blijven we ook gewoon zeker doen. Ik ben nog steeds bezig met Paul om te kijken wanneer we kunnen gaan uploaden voor Trails Evolution. Paul heeft het erg druk. Hij moet nou ook weg natuurlijk voor die game gebeuren. Dus ja, daar moet hij ook nog even heen. Dus ja, dat komt er ook weer allemaal even tussendoor. Nou, mijn weekend zit er ook bijna op. Morgen moet ik weer werken. Dus dan wordt het ook alweer wat lastiger om wat te gaan opnemen natuurlijk. Voor de rest wil ik iedereen veel succes wensen in het nieuwe schooljaar als je school al begonnen is. Voor de meeste van jullie denk ik dat jullie donderdag, vrijdag... Ik denk vrijdag een beetje boeken moeten gaan halen. Dan heb je het hele weekend om te kaften. Dus dat hebben ze ook weer goed gedaan. Dus ik kan het beter zeggen van, nou weet je wat, maandag haal je boeken op. Dan heb je dinsdag, woensdag om te kaften. Dan ga je donderdag, vrijdag naar school. Dan heb je weer weekend. Ja toch? Niet dan. Het lijkt mij een stuk beter. Nee, maar goed. In ieder geval heel veel succes. Verkloot het niet door middel van het gamen. Verkloot het niet door middel van YouTube. Want ja, je school, het is echt wel heel erg belangrijk. Ik heb mijn school wel afgemaakt. Ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb eigenlijk gewoon een praktijkschool gedaan. En dat kwam ook in verband met mijn dyslexie. Misschien ook wel leuk om te vertellen. Ik deed IVBO. En ik heb in verband met mijn dyslexie heb ik eerst een lomschool gedaan. Hè? En daar schaam ik me ook totaal niet voor. En natuurlijk zeggen ze, je bent dom. Nou, dat is totaal niet zo, weet je. Want de directeur... van de Nederlandse Bank, die heeft ook gewoon dyslexie, weet je. Het zijn hele grote bedrijven, het zijn ook mensen, die hebben ook gewoon dyslexie. Dus het maakt me echt geen reet uit. Maar vanaf die school ben ik dus naar het IVBO gegaan. En bij het IVBO kreeg ik ruzie met een leraar. Er stonden 3 man te wachten bij zijn tafeltje om wat te vragen. Want die lui flikker was gewoon te beroerd om eventjes door die klas heen te lopen. Dus we moesten altijd naar hem toe, altijd naar die naar het bureau van hem. En dan kon je dan je vragen stellen. En ja, wat gebeurde er nou? Er stonden 3 mensen. Ik dacht, what the fuck? Ik ga er echt niet in die rij staan wachten. Want daar heb ik echt een bloedhekel aan. Dus ik ging zitten tekenen. En nee, ik ben niet zo heel goed in tekenen. Maar goed. Hè? Ik was gewoon aan het tekenen toen. En toen stond een einde die leraar naast me. Dat zag je natuurlijk. Want ja, Jeff zat een beetje vooraan. Omdat hij af en toe was liep te etteren. Maar goed, toen kreeg ik knal van mijn hassels van die kerel. En toen de tijd mocht je gewoon nog je petje op. En dat had ik ook. Dus een pet sloeg ik allemaal van mijn hassels af. Ik zei, weet je wat, jij hebt een probleem. Ik ga dan wel even naar mijn vader toe. Dus was ik eerst naar mijn moeder gegaan, want die werkte vlakbij mij. Ik zeg, man, moet je horen, zo en zo. Die kerel die geeft me een dreun van mijn hassels. Nou, mijn moeder op hoge poten naar die school. Nou, die leraar die... hij zegt, mijn moeder, wat deed je nou bij mijn zoon? En je zegt dat ik hem voor zijn kop sloeg. Nou, hij zegt, dat is niet waar. Ik deed alleen dit en pff, het was weer, weet je. What the fuck? Dus ik wou meteen aanvliegen. Hield mijn moeder me tegen. En daarna liep ik eigenlijk weg. Ik heb meteen mijn vader opgebeld. Nou, die kwam met zijn vieze werkkleren en zijn werkklofje kwam hij op school aan. En hij zegt, als je dat nog een keer bij mijn zoon doet, dan heb je wel een heel groot probleem. Nou, het is toen nog heel lulverhaal is het geworden, een heel gezeik. En toen ben ik ook van die school afgegaan. Mijn moeder zei ook al, Jeff, je gaat niet op die school zitten als je gewoon een knal van je hersens geven. Dus zodoende eigenlijk. En zo ben ik van die school afgegaan. Toen kwam ik bij een praktijkschool in Zaandam. Die heb ik dan gevolgd. En dat was dan, even kijken hoor, hoeveel jaar heb ik daar gezeten? Een jaar of 2 of zo. En heb ik dan een jaar, zeg maar, op school gezeten. Toen ben ik ook, met je loopt dan 2 dagen in de week, liep je stage en de rest moet je naar school. Nou, die stagebedrijven die zei ook van Jeff, we bieden jou een contract aan, je komt gewoon bij mij werken en dan komt het allemaal goed. Dus dat heb ik toen gedaan. Daar vanaf, daar heb ik 5 jaar gewerkt en ik heb echt heel erg leuke tijd gehad, heel erg veel naar mijn zin. Ik heb nu een klein beetje contact nog met hem. Ik heb 10 jaar niks van hem gehoord. Op een gegeven moment kreeg ik een briefje van een kaartje in de bus. Jeff, ik ga trouwen, ik vind het leuk als je komt. Dus daar ben ik toen heen geweest. Sindsdien heb ik een klein beetje contact met hem gekregen weer. En als het goed is, gaan we nog barbecue ook even zo. Dus daar heb ik ook erg veel zin in. Ik wilde contact mee, want het is wel een goede gozer. Hij is 10 jaar ouder als mij. Ik vind het gewoon erg lachen met hem ook. En hij ook met mij. En daarna ben ik eigenlijk heb nog heel wat andere dingen gedaan. Ik heb in de bouw gezeten, ik ben chauffeur geweest. Ik heb zo'n grote verlengde bus gereden. Zo'n busje, weet je, maar dan verlengde van Mercedes. Mercedes Sprinter, zo'n verlengde huppatee ding, weet ik veel, maar dat maakt het nou uit. Toen heb ik op zo'n klein vrachtwagentje heb ik ook nog gereden. Heb ik verf gereden voor een bepaald merk. Dat kan ik trouwens ook wel zeggen natuurlijk, voor Sigma Coatings heb ik gereden. En ja,
nu werk ik eigenlijk een jaar of zes al bij de cacaofabriek. Maar goed, dat was het dan weer eventjes over mij. Ik wou even jullie mijn intro laten zien. Ik wou ook even vertellen van jongens, dit is mijn nieuwe intro. Zijn er dus, zie je gewoon video's met mijn oude intro. Of tenminste met... die heb ik dus al gerenderd. Die heb ik al online gezet. Alleen nog op verborgen voor jullie. Die staan gepland. Dus ja, hebben jullie zoiets van... Oh, hey, dat is weer het oude logo. Of het oude... hoe noem je dat? Oude intro. Dan kan dat kloppen. Dat komt dus daardoor. Dat wou ik even meegeven aan jullie. Dus niet dat je denkt van hij doet het verkeerd. Nee, maar dat komt ook. Het staat al gepland, weet je. Dus die van vanavond heb ik nog mijn oude intro. Nu heb ik mijn nieuwe intro. Van vanavond weer mijn oude intro. Morgenochtend heb ik mijn oude intro. Want dat is wie is wie. Want dat heb ik al geüpload tot en met zondag. Tot zondag. Nou, ik weet het niet eens precies. En dan heb je s'avonds heb je weer mijn nieuwe intro. Want die had ik gisteren gemaakt. Dus ja, het is even een beetje, weet je, het is een beetje de switch. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Favorietjes is altijd welkom. Volg me ook even op Twitter. Die kant. Dat vergeet ik altijd. Die kant. Twitter, hè. En dan staat er ook gewoon een link in de beschrijving. Want dan zet ik ook gewoon neer van, joh, ik ga wie is wie spelen. En wie doet er mee in verband met opnames. Nou, dan kun je gewoon een mailtje sturen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen jongens, bedankt en tot later. Ciao.